Yo gasten, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe NBA 2K. 21 mei carrière, we zijn bij college. En ik heb er zin in, de road naar college is nu voorbij. En dan kickstarten we de road naar de NBA. Rechts zien we nu een draft projection. We zijn late second round pick. En we kunnen all the way up een solid first round pick worden. Wat me opvalt is dat er geen lottery pick optie is. Dat is geen idee waarom niet. Ik ga vanuit dat solid ongeveer hetzelfde te zijn. Maar daar gaan we snel achter komen. We gaan weer door. Mocht je er zin in hebben, druk vast op die like-knop, dat duimpje omhoog. En ja, abonneer gerust als je interesse hebt voor meer. Druk dan ook gelijk op dat belletje om de notificaties te zetten. En dan blijf je op de hoogte van alle uploads. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Laten we weer verder gaan. Living it, grinding, hustling it. Hey. Junior, Red. You guys ready? Excited? 100, coach. Don't know any other way. Yes, sir. Can't wait. Good. Like we spoke about in practice, conference is tough this year. We got high expectations in the media. But if we win more than we lose, we should be situated pretty well come tournament time. But tonight, it's midnight mania. All right? Right. It's a celebration. Everybody on this team has sacrificed a lot to get here, so you put on a show for those fans, all right? Enjoy it. Hey, Junior, I just want to say this to you. I'm a huge fan of your father. Duke's leadership embodied everything college basketball is about. Thanks, Coach. Have fun out there. No. Bring that back. Okay, this is what I'm going to say. I'm going to say stay humble. Then we go bump. You go say stay hungry, and you're not feeling it. Nah, man, I can't see myself committing to that. Okay. Open brainstorm, it's the first pass. Nervous, Red? I'm terrified. It's gonna be all right, man. I'm receiving your energy. You are a weird dude, man. I hear that a lot. Stay humble, stay hungry. Yeah, yes, sir. All right, y'all, let's bring it in. Huddle up, y'all, come on. Talk to him, Red. Hey, y'all, I'm gonna keep it short. Today sets the tone. So let's go out there and give these fans a season that they can look forward to, okay? Break it down, Junior, come on. All right, y'all, family on three. 1, 2, 3, family. Alright, daar gaan we. Ons UCLA-debutje. Driepuntslijn is nu alweer iets dichterbij dan de vorige aflevering. En oh, we starten met een dunk. Nice. Yo, hier. Oh, dit is een midi. Nou ja, green. Rebound. Alright, Kelly. Neem een midi. Geef me een assist. Lekker, man. Oh, dat is easy. Oh, ik dacht even dat hij die ging missen. Maar raakt gelukkig. Give it to me. Ik wil zelf scoren weer. En dat kan ik. Kijk maar. Oeh, dat was een goede screen. Mijn man helemaal open. Maar we ownen het blauwe team tot nu toe wel. Dus dat is goed. Kijk, heb ik ook een driepunterkamp. Oh, no. Had ik mezelf even gered daar. Dit gaat... Oké. Lekker hoor. Ik dacht even dat ik daar een turnover ging maken. Want hij zat achter zijn man, maar de bal kwam eraan. Twee keer geluk in één aanval. Oh, wauw. Ik geef hem heel iets ruimte en hij popt meteen. Mist gelukkig wel. Lekker. Nou moeten wij gaan. Ik duik hier de corner in. Nu. Kom op. Yes. Goeie driepunter. We hebben weer een reboundje. We gaan naar dat dude met geglitchte broek. Oh, die verliest bijna de bal. Ik ben inside. Nog meer puntjes.
11 punten, 4 assists in de eerste kwart. Dit is gewoon maar 1 kwart, zie ik nu. Kom maar. Playmaking takeover geactiveerd. Eens kijken, jij hebt een hele open lane, makker. Goed geraakt, goed afgemaakt en de foul mee. Nou. Wie is deze grote guy? Daar kom ik wel langs. Jij, geef me nog een assist. Nee, pas. Nou, ik wou voor een open 3 gaan. Nee, alle punten zijn welkom. En we smashen dat andere team. Kijk de stand, 29-8. Eens kijken of mijn man ook weggaat. Nee. Oh, hij wil dat ik ga cutten volgens mij. Maar dit was niet heel lekker. Laat me uit de paint, anders krijg ik zo'n violation. We've won! Goeie game. 31 tegen 8. Afgeslacht, het andere UCLA-team. Ik ben tevreden. Als dit een officiële wedstrijd was, had ik makkelijk die dubbel-dubbel kunnen pakken. Weet ik zeker. Yo, dat was kapot. Terug op het hoofdmenu. Ik heb weer wat VC te spenden. Dus laten we dat eventjes gaan doen. Even kijken op wat. Ik zit toch te denken aan mijn close shot. Zoveel mogelijk. Dan brengen we dat in ieder geval naar 60. Oh, dat is niet zoveel upgrade als ik... Oh. Het maakt niet mijn balans op. Maar het is letterlijk gewoon... Mijn minimale upgrades. Of de maximale upgrades die ik nog over heb. Close shot naar 60. Gaan we dat dan doen? Ja, laten we maar doen. Boom! Okay, you know, that boom feels like a little much. You win every time. Can I say I'm a dominant force? Well, then maybe winning should feel like less of an event. Every time feels like the first time. Boom! Yo! Y'all up for some doubles? Hey, yo, Lula, no, I'm not good at this game. Yeah, let's go. I'm always ready to take the basketball team down a peg. Why you say that? Okay. Because, you know. I don't. Do you? Yeah, they think we walk around like we own the place. Because everyone treats you like you do. Boom! Yo, I told you I was bad at this game. Now I'm starting to live up to it. All right. I don't act like that. It's because you're new. You'll change. Wait, you act like that, right? Not yet, but apparently it's fate. But who am I to argue with fate? Boom! Oh, oh, come God, on. I love doing game. That. Yes. All right, look. Serious. Big game coming up, boys. First game, right? You nervous? Yeah. College is a new game. It's a big step, but my dad taught me to respect it. Oh, Ellie, hey, we gotta get to practice. Oh, that's because I was winning. You wanted to walk out like that? What's your name? Junior. Hey, what if we win this next game and me and you do something together? And if you lose? Then we don't. Text me after your game. So when's the wedding? You was just scared to say so. Ellie. Chance. En dat voor ons echte officiële debuut. Nu. Eerste echte wedstrijd met UCLA. We spelen tegen Villanova. Tip-off time, we starten. Win deze tip-off? Nee, helaas. Poef. Hoe sprong ik daar over die rebound of door die rebound heen? I don't get it. Jij lijkt er zin in te hebben. Thanks for the assist, maat. Wow, dat is een moving dribble. Die weer springt onder de rebound door. Kom gauw hier met die bal. Oh, ik kom er alleen nergens echt goed door. Maak een screen van iemand. Van jou, ja? Oh. Dat was geen slechte screen. Hoppakee. Eerste punt is een driepunter. Ja, buddy. Kom hier met die bal. Thompson in de hoek. Nee. Niet open.
Grote man, grote center. Geef het een screen en rond dit af. Lekker hoor, 3 assists, 3 punten en we zijn net begonnen. Ik klaag niet. Oh, I knew it. Dat moest je niet doen, maat. Easy points. Lekker rusten, jong. Wat een paas. Wat een paas. Dat was goede D, kom op. Lekker. Kom hier. Oh, dit moet ik gewoon passen. Thompson. En nog een assist. Zet hem op links. Yes, lekker. Dat was niet een perfect release, maar hij zit wel. 3 punten meteen terug. Oh, dat is mijn board. Voelt lang geleden dat ik een rebound heb. Oh, kom maar joh. Dat ik een rebound heb gehad, wou ik zeggen. Maar, wat een lekkere wedstrijd, joh. Kom maar, Charles. Kom op, Charles. We got you, buddy. Thompson. Charles zit ook wel echt aan me vastgeplakt nu. Geef me eens een screen. Dit is een goede screen. Ik heb mijn release nog niet goed onder controle. En ik heb ook nog geen shooting badges. Dat helpt ook niet. Dacht het niet, maat. Oh, je hebt hem. Ze doen het weer. Ik zag hem aankomen. En dan gaan we weer. Wat, Sheldon, wat is dat nou van screen, makker? Kom even wat sneller. Daar loopt hij omheen. Maar een big man kan ik wel voorbij dribbelen, soort van. Kelly staat helemaal open. Doe het, jongen. Lekker, maat. Wauw. Onze D was slecht, maar nog ontsnappen we daar. Aan een tegen... Oh! Aan een tegenbasket. Die crossover, die werkte wel. Thompson is open. Pop in midden. Ik wou zeggen, als je zo open staat. 8 assists, 16 punten. En dit is de tweede kwart. Dit is niet normaal. Maar het kan ook zijn dat het misschien maar 2 kwarts is in totaal. Dat hebben ze ook wel eens gedaan. Hoe had ik die rebound niet? Mijn rebounding is echt ass. Soms heb ik wel gewoon een aantal rebounds. Maar dat is echt een wonder. Paven, je stond net open. Oké, ik zeg niks. Ik moet even op adem komen, gozer. Doe even rustig aan. Alright. Oh, ik weet niet of dit raak gaat. Ja, zeker. Toch wel. Oh, en de bank vindt het prachtig. Oh, please, ga erin. Oh, ja, tenminste de rebound. Ah, we kunnen uitdribbelen. Hoppa. Oh ja, dat was hem. 2 kwarts, dus net geen dubbel-dubbel. Maar prima resultaat. Ik heb prima gespeeld. 3 puntetjes erin geschoten. Alsnog gewoon een zat assist gemaakt. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. 19 punten, 2 rebounds, 9 assists. Eigenlijk baal ik dan toch wel van die ene die we niet hebben. Jammer, jammer, jammer. Oeh, bijna playmaking badge. It's a good win, Junior. Yeah, I'm focused on is getting us to the tournament. Hey, that's why we brought you here. Play the game the right way. The guys in this locker room, they really respect that. This team needs a leader right now. All right? Hey, listen to me. This team will go as far as you take us. I'm gonna need you to own that, all right? Yes, sir. Good job. Thanks, coach. Dip my maker, hit a ax for a favor. I need the money and clothes, the flashy cars and the jewels. All these rappers are screwed, flashing lights and I pose. On the road to give you my soul. Hold on, all the fans screaming names, they ain't naming names. Leave your days, amen. Never been on my level, keep pushing hits, how you in trouble? Trouble. You, my money is flipping, these racks is tripping. Numbers don't lie while my ex is hanging. My coach have to say, nothing really. He likes where we're at. Keep those numbers up in your draft position, go be sitting pretty too, alright? I'm saying you want to play on a higher level, right? I don't care if it's football, basketball, anything. I don't even care if it's one of the top leagues. We're still talking about all-stars from every state, every country for the last 15 years. There is no let up. You gotta be ready for that. Man, what makes you think I'm not ready? Just asking me that question tells me you're not ready. Because I'm not afraid enough. That's better as a start.
That's right, because outperforming just your teammates, that's not going to cut it no more, right? What happens when you feel overwhelmed? Because that's going to happen. What happens when you feel like it's just not clicking? What do we do then? Work when you're on the clock ain't work. Thank you. Okay, so you do listen sometimes. All right, not wasting my time. Look, son. Good to see you, dude. Respect. Thanks, young man. Look, your ceiling is sky high. I believe in you with everything I got, but you gotta believe in yourself. You gotta believe in your talents. You gotta show commitment if you wanna cash in on this. I am committed. All right, I believe that. I believe that. I also know there's always more for us to do. Always. Let's go.